Karel de Gucht is een man waar ze in de Verenigde Staten al luisteren. Hij onderhandelt namelijk namens Europa met Washington om de handel tussen de twee blokken helemaal vrij te maken. En dus mocht de Gucht zelfs aan de prestigieuze Harvard Universiteit gaan uitleggen hoe hij dat ziet. Correspondent Tom van de Wegen trok een dag op met de Europees Commissaris voor Handel. Harvard is natuurlijk een grote, bijna mythische naam in de universitaire wereld. Maar wat vooral belangrijk is, is dat hier nu een Europese conferentie wordt georganiseerd die focust op Europa. En dat is eigenlijk vroeger nooit gebeurd. Maar raar is maar waar. En dat betekent dat er dus toch een vernieuwde interesse is in de Verenigde Staten van Amerika voor Europa en voor bijvoorbeeld de handelsrelaties met Europa. En daar ben ik persoonlijk tevreden over. Ladies and gentlemen, to give us an equally frank overview of the US-EU Free Trade Treaty, I give you Commissioner Karel de Gucht. Almost all economists agree with that what President Kennedy said. Trade is an indispensable ingredient of prosperity. It brings new customers for our exporters, cheaper components for our producers, and more competition to make all our companies more efficient. This is the cheapest stimulus package you can imagine. Voor de beleidsmakers en zakentycoons van morgen verdedigt Eurocommissaris Karel de Gucht het toekomstige vrijhandelsakkoord. Hij krijgt na afloop het vuur aan de schenen gelegd. You also said that we have our fundamental differences. And when it comes to mutual recognition of whether, you know, we should eat beef with hormones, maybe we aren't ready to do that. So how are you going to deal with this tension? In Europe you have different rules when it comes to food safety and those kinds of standards. We have different standards. So there's going to have to be compromise on both sides if this agreement is actually going to work. I think it's clearly going to be hard work. I think especially you see many different interests within the United States, even across the states, just as you see many different interests across the states in Europe, and trying to reconcile that domestically, but then also between two markets, I think will be tough, but I think it's a worthy endeavor. I have never been saying that this is going to be easy. I have been saying all the time, by the way, that it will be very difficult. Het gaat niet alleen over zakelijke transacties. Nee, die zakelijke transacties kaderen in een bredere benadering van hoe de wereld op dit moment evolueert en op welke manier de Verenigde Staten van Amerika samen met Europa hun rol in die wereld kunnen behouden en eventueel versterken. Dat is waar het echt over gaat. Maar wat kan het vrijhandelsakkoord concreet betekenen voor zaken doen tussen Europa en Amerika? Karel de Gucht neemt ons mee naar de oudste delicatessenzaak van Harvard. Aan Europese en vooral Belgische producten geen gebrek. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer de Gucht. Plezierig van hier een landgenoot aan te treffen. Ah, geen probleem. Aangenaam. We doen al een goede tiental jaar Codor. En heb je problemen met die import? Hoeveel rechten betaalt je? Iets van een 6% of zo? Wij betalen voor volle chocolade een 4%, maar ook voor gevulde chocolade gaat dat tot 6%. Dus dat soort akkoord dat we op het oog hebben, dat zou eigenlijk uw leven nog gemakkelijker maken, want dan zou je ook geen invoerrechten meer betalen. Ja, dat zouden we fantastisch vinden. Ik ben er zeker van dat dat ons wel enorm zal helpen op het gebied van gewoon competitief zijn met prijs. Er zijn enorm veel lokale Amerikaanse chocolade, Amerikaanse kazen, bieren. Dus door het minimaliseren of het wegwerken van tarieven die eigenlijk artificieel de prijzen omhoog brengen en ons eigenlijk in een nadelige situatie brengen, dat helpt wel. If those taxes were to be, you know, shrunk or diminished altogether, it really would be a wonderful opportunity for, I think, the European market to really explode here in America. And that's what we certainly want, because that's what we, you know, we've got about 65% of imported products at Cardulo's. Een concrete timing voor het vrijhandelsakkoord is er nog altijd niet. Er staan de Gucht en zijn team de komende maanden nog lastige onderhandelingen te wachten met de Amerikanen. Toevallig valt het einde van de commissie waarvan ik deel uitmaak samen met de midtermverkiezingen in Amerika. Dus dat lijkt mij een soort van natuurlijke deadline. Maar we zullen moeten zien of we daar geraken. En uiteindelijk gaat het wel over de inhoud, het gaat niet alleen over de snelheid.
Dat is een karamel en zeezout. En kun je dat in België nog niet krijgen? Nee. Ik ga er eentje meenemen. Absoluut. En misschien volgend jaar gaat het iets goedkoper zijn als er minder tarieven op bestaan.